Wil je nog een kopje koffie of iets anders? Of een glaasje water? Een glaasje water misschien. Ja, dat zou ik even halen. Heb je er zin in? Jazeker. Ja. Zit hier lekker? Lekker comfortabel? Ja, ja. Maar dit is fel. Ik weet niet of dat zo moet. Ja. Ik heb niet veel last van, maar het is wel fel. En hè? Dat is wel leuk. Het is ook een mooie deze. Ik ben Afghaan. Take one. Ja. Afghanistan. Het betekent letterlijk land van de Afghanen. Maar de afgelopen 40 jaar is daardoor burgeroorlogen, staatsgrepen en de strijd tussen Oost en West geen sprake meer van. Against the Al-Qaeda terrorist training camps. To send an additional 30,000 US troops to Afghanistan. In een moordend tempo verscheurde het land dat ooit een paradijs was voor hippies en backpackers compleet. Angstaanjagende opmars van de Taliban. We volgen drie mannen en hun gezinnen die ruim 20 jaar geleden hun moederland noodgedwongen moesten verlaten en inruilden voor het Limburgse vaderland. Wie zijn deze mensen? Wat hebben ze allemaal meegemaakt en hoe voelen zij zich nu? Toch nog Afghaans? Misschien wel Nederlands? Of gewoon een echte Limburger? We zoeken het allemaal uit in de docuserie Ik Ben Afghaan. Ik ben Faisal Nekzat en ik woon sinds 1997 in Nederland. En ik ben 49 jaar oud. Ja, weet niet, ik moet niet teruggaan, maar ik ga dat even bellen, dat jij sowieso... Ik kan ook altijd. Nee. Ik ben Noor Nizami. 53 jaar, sinds 96 in Nederland. Nee, gaat goed. Maar en ook slaap ging goed. Ik ben Raman Ansari. Ik ben 26 jaar. Ik woon 21 jaar in Nederland. Ik heb politieke probleem. En tot een moment kon ik daar blijven, maar daarna moest ik vluchten door een politiek probleem. Omdat destijds oorlog gaande was tussen Afghanistan en Rusland. En mijn vader was toen in Rusland. En toen ik geboren was zeg maar... De tijd na de oorlog. Dus Afghanen waren niet gewild in Rusland. Want er zijn heel veel Russen omgekomen in de oorlog tussen Afghanistan en Rusland. Dat heeft met de situatie van de jaren 90 in Afghanistan te maken. Allah Sa'id. Dus tot 92 was een pro-Russisch of pro communistisch regime in Afghanistan en die is in 92 gevallen en toen kwamen Mujahideen, eigenlijk een fundamentaliste, aan de macht. En op dit moment werden heel veel mensen die in Afghanistan voor het regime gewerkt hebben of woonden tijdens het regime daar in Afghanistan, die werden vervolgd. Direct of indirect, maar dat was ook een gevaarlijke situatie. Dus in die periode in Afghanistan, dat een hele korte tijd bijna 100.000 mensen zijn gedood. Alleen in de hoofdstad. Dus in die periode moesten wij een weg zoeken om in veiligheid te komen. Ja.
Met wie ben je naar Nederland gevlucht? Met mijn zusje. En hoe was die periode? Hoe ging dat vluchten? Dat was niet zo makkelijk. Kijk, toen had die een kennis van mij een smokkelaar gewoon geregeld. Die ene die voor ons paspoort kunnen regelen. En via ja, die noorden. En dan zijn wij via Pakistan naar Nederland gekomen. Dus eigenlijk naar Nederland gevlucht. Faisal, hoe lang rij je al taxi? Ik rij sinds december 2017. Dat is altijd leuk om te doen? Ja. Ik vind het toch leuk, want als bijbaantje doe ik dat. Dat is niet dat ik elke dag rijd of alleen taxi rijd. Dat is zeker leuk. Ja, maar je zou wel heel wat meemaken, denk ik zo, met bepaalde taxiritjes. Ja, ja. We kunnen boeken hierover schrijven. Was die vlucht een traumatische ervaring voor je? Ja. Kijk, nu zeg ik Nederland. Maar als je een vluchteling, je kan niet kiezen naar welk land je wil gaan. En je weet niet wat is je eindebestemming. Diegene die dat paspoort regelt, hij bepaalt dat waar hij naartoe moet of waar hij mogelijkheid heeft. En het was echt gevaarlijk. En dan ook, je kent niemand, je moet vertrouwen, die belooft je veel dingen. En dan je zegt oké. Okay. En drie keer is het misgegaan, toen ik eindelijk toch in Nederland gekomen. Goedemorgen. Hoe is het, jongen? Goed, goed, goed. Met jou? Ja, het zit al goed, hoor. Ja. Ben je vroeg wakker? Ja, kijk, je weet toch, ik ben alleen in het weekend aan het werken. Maar nu, eventjes had ik een klant, had ik naar Maastricht gebracht. Ja. En dan, ik wil even kijken, hoe gaat het hier? Ik heb jullie lang niet gezien. Ja. Hoe was dat welkom in Nederland? Was het, voelde het warm? Nee. Dat was... Ja, ik ben in Amsterdam aangekomen en ik ken een hele leven in Nederland als Holland. En ik heb me voorgesteld in Engels. Ik ben Faisal Nezad. Ik ben gevlucht uit Afghanistan. En hij gaf zelden antwoord in Engels en stelde zichzelf voor. Ik weet niet meer de naam. Bijvoorbeeld, ik ben Peter Friese of Peter Janssen en ik kom uit Nederland. En ik heb weer herhaald, ik ben uit Afghanistan gevlucht en ik ben hier gekomen. Waar zijn wij? En hij zei Nederland. Ik wist niet waar is Nederland. Want nooit in mijn leven heb ik Nederland gehoord. En toen ik hoorde Amsterdam, ik zei, oh, Holland. Dan zei hij ja, maar... Heeft hij niks gedaan? Is hij weggelopen? En ik was tot 9 uur 's morgens met mijn zusje op zo'n stoel in Schiphol gezeten. Is de politie naar ons gekomen? We hebben een interview gehad. En helaas, bij die eerste controle moest ze helemaal uitkleden. Want die wou gewoon ons compleet checken. En je wordt als een crimineel gekeken. En. Toen zei ik al, alsjeblieft, stuur mij terug naar Afghanistan. Ik wil dood, ik wil niet meer hier zijn. Dat is mijn eerste indruk van Nederland. Kent die Faisal zijn achtergrond als Afghaanse vluchteling? Jawel, jawel, maar... Niet diep, niet ja, zo diep. Niet echt diep, ja. We werken hier gewoon en ik weet wel dat hij een Afghaan is. Dus... ja, meer niks, zeg maar. Maar gewoon als ja, taxi-collega. Ja, Faisal, daar vertel je op het werk niet echt nee, over. Nee. Kijk, eerlijk gezegd, ik wil niet hierover, zoals ik zei, durf ik niet of wil ik niet, dan heb ik niet hierover gehad. Wat kun je nog herinneren van
die vluchttijd? Ik kan veel fragmenten herinneren. Het eerste fragment is dat ik in de trein stapte. En ik zag zeg maar die trein, ik weet niet of het zo, werkelijk zo was. Of het, maar ik zag mijn huis en zo wegvagen. Gewoon en, ik wist dat het op vakantie ging, maar toch, het voelde wel aan dat ik niet meer terug zou komen. Dus het was heel obscuur. En ja, en daarna hadden we verschillende routes moeten nemen via het bos. Dus we moesten allemaal een bos oversteken en vrachtwagens opgepropt. Ja, verschillende mensen gezien en zo, aan wie mijn vader geld moest geven. Zulke momenten herinner ik me nog. Ik was getrouwd, ja, en we hadden al een dochter. En mijn vrouw was toen zwanger van onze tweede dochter. Dus, ja. Nee. Tot mijn 18e heb ik helemaal geen koffie gehad. Nee? Nee. Maar jullie drinken nu ook allebei heel erg sterk koffie. Dat is echt gewoon puur vergif eigenlijk wat erin gaat. Ja, dat heb ik echt nodig. Ik slaap dan echt 4 dagen niet, als ik dat erin zou tikken. Ik ben dan even 2 uur wakker als ik dat drink. Ja. Ik denk dat gewoon niet alleen mijn ervaring, maar ook van heel veel vluchtelingen is om juist niet te kijken, niet terug te kijken naar die periode, omdat het gewoon best wel traumatisch kan zijn. Het gaat niet alleen om het stukje vlucht, het is gewoon die beslissing nemen om je land te verlaten. Dus en eigenlijk met de gedachte dat je dus nu vertrekt en waarschijnlijk geen weg terug. Dus het is gewoon een reis voor altijd. Zo voelt het. En afgezien van hoe het proces zelf is, dit al nou, doet een en ander met je gevoel. Want je gaat naar een... Eigenlijk, je kiest niet zelf. Je wordt gedwongen om te kiezen naar een onbekende... voor jezelf land, cultuur te gaan en daar opnieuw op te bouwen. En, nou, daar zit aan gekoppeld dat je dus heel veel onzekerheden mee krijgt in je hoofd. Dus hoe gaat het uitzien? Waar kom ik terecht? In welk land? Hoe word ik opgevangen? Hoe zal mijn leven eruit zien? En in principe dus, ja, in mijn geval concreet, ik was 30 jaar, dus ik had al bepaalde plannen voor mijn carrière, voor mijn leven in Afghanistan. Ineens abrupt alles stopt en dan moet je eigenlijk opnieuw beginnen. Ja. Hoe was het leven in het AZC? Heb je daar leuke herinneringen aan? Het leven was hard. In het asielzoekerscentrum. Ik was een hele lieve jongetje die goed opgevoed was om niet zo stout te zijn. En daar je had een soort van rang in hiërarchie. En, zoals in elk gevangenis of zo. En dat moest ik op een harde manier leren kennen. De eerste dag toen ik echt als ze echt kwam, maakte ik vrienden. Was heel leuk. En uiteindelijk hebben ze deden een spelletje, ik weet niet hoe of wat. Hebben ze mij aan een boom opgehangen. En toen hebben ze me tomaten mee bekogeld. Dus dat was mijn eerste ervaring. En als het echt, toen ging ik naar huis, ging huilen. Dan zei ik, mama, ik wil hier niet zijn. En ze zei, ja, je moet wel. Dus toen leerde ik van, oké, je hebt bepaalde rangordes daar. Hoe oud was je toen je hier hebt gezeten? Ik kwam aan toen ik 7 was, volgens mij. Ja, ik heb vanaf 7 tot mijn 13e. Ik heb 6 jaar in totaal, volgens mij was ik dan. Ja. En was je hier alleen dan, of met je ouders? Met mijn ouders, ja, samen. Met z'n 3. Oh, oké. En waar wonen jullie nu? Ook niet in Echt, toevallig. Oh, echt? Ja. Hier speelden we vroeger altijd. Het leven in het AZC, je hebt daar niet echt alle ruimte. Jullie sliepen volgens mij met 3 mensen op 1 slaapkamer. Ja. Hoe was dat?
Ja, aan de ene kant prettig, warm, knus, veilig. Aan de andere kant, je had geen privacy. Ik begreep ook wel dat het niet fijn was. Dat mijn vader 5 jaar op de grond, op de matras sliep. Want we hadden zo'n kamer ingericht dat we een soort van bank hadden. En daar sliep mijn moeder en ik sliep aan die andere bed. En mijn vader sliep op de grond. Ja, ik heb in studententijd altijd koffie gedronken, maar... Dus we hebben Nederland bewust gekozen. Ik dacht, Nederland, toen vond ik dat was een veilige land, neutraal. Deed niks met de oorlog toen. Ik dacht, ja, wij gaan naar Nederland. In het begin, toen ik in Nederland terechtgekomen, in het begin, eerst was het moeilijk. Enerzijds voel je veilig met je familie in Nederland. En anderzijds zit je in een asielcentrum. Dat is helemaal anders dan normaal buiten in Nederland. Je zit met verschillende mensen die zijn ook gevlucht. Met verschillende culturen en iedere mens met eigen trauma's. Dat was niet makkelijk. Maar nu ben ik gelukkig in Nederland. Ik voel me ook als Nederland. Dus. Uw vrouw heeft wel in het AZC gewoond. Ja. Merkt u daar nog iets van? Nou, vooral de verhalen wat ze vertelt. Dus haar eerste ervaringen. Dus, nou, ze was hoogzwanger en... dus onze oudste dochter was al een jaartje. En die kwamen daar in zo'n asielzoekerscentrum terecht. Ja, dus in een grote zaal waar dus met mannen en vrouwen, kinderen allemaal. Dus moesten ze in een grote zaal slapen. Ja, dus ze heeft gewoon angsten daarvan ontwikkeld. Ja. Ja, u helpt uw vrouw van die angsten af te komen? Ja, goed, het is inmiddels anders natuurlijk. Maar als ze daarover vertelt, dus de gevoelens van toen, zijn niet zo leuke gevoelens. Ja. Of niet zo leuke herinneringen. Ja. Ja. Wat doet dat met jou eigenlijk als je zo nagaat dat je moeder met een baby naar Nederland is moeten vluchten op zo'n jonge leeftijd? Ja, ik word daar ook wel een beetje verdrietig van. Want ja, op deze leeftijd moet je eigenlijk gewoon genieten van het leven. Je hebt net een kindje. Ja, zij heeft dat niet heel erg. Ze heeft daar waarschijnlijk niet heel erg op de normale manier van kunnen genieten. Want ook als ik nu denk van, ik ben daar nog lang niet klaar voor kinderen überhaupt. En ik kan me helemaal niet voorstellen dat ik dat meemaak, dat ik een kind heb. En dan ook nog moet vluchten, want het is al heel heftig om moeder te worden. Dat is al zo heftig en emotioneel. Ja. Om daar nog een ander probleem of iets bij te hebben, dat lijkt me echt heel moeilijk. Dus ik ben ook, ik kijk heel erg tegen mijn moeder op dat ze dat heeft gedaan. Dat is absurd knap, echt. Dank je wel. Ja. Ja. Even uitkijken, jongens, hier over de statief heen stappen. 1, 2. In deze docuserie gaan niet alleen wij het gesprek aan met deze Afghaanse mannen. Ze gaan namelijk ook met elkaar het een en ander bespreken. Dat doen ze aan de hand van een aantal stellingen. Oké, dit zijn de stellingen. Want ze hebben dan wel dezelfde achtergrond, maar dat wil nog niet zeggen dat ze dan ook dezelfde visie hebben. Ready? Ja. Yep. Nederland is een fijn land om als vluchteling naartoe te gaan en opgevangen te worden. Ja, eens. Zeker. Ja, ik ook. Ja, veiligheid, mogelijkheden om door te groeien. Je kan alle kanten uit waar je motivatie ook ligt en je passie ligt. Dat kan je wel. De mogelijkheden wat je in Afghanistan niet hebt, kan je hier wel vinden. Ja, Nederland is gunstig. Meneer Wilders zal niet blij zijn met die uitspraak. Je moet ook dankbaar zijn dat we hier... Kijk, de reden dat ik opnieuw gelezen, was ik even kijken. Nederland is een fijne land. Ja, dat klopt. Ik wou gewoon kijken of je staat gewoon in het beste land. Dan wou ik even een correctie daar doen. Maar het is een fijne land, dat klopt. Want we hebben familie overal. Hier in Nederland, Duitsland, Amerika, overal. Mm-hmm. We hebben niet zelf gekozen om hier te komen.
Dat kun je zelf niet bepalen, maar als je vergelijkt je met de familie, met die mensen die in dezelfde tijd als jou gewoon gevlucht, zijn gevlucht, 80% hebben het beter dan ons. Mm-hmm. En als ik vergelijk mij met die anderen, dan zeg ik, hier heb je heel veel moeite om iets te bereiken, mm-hmm. dan die andere landen. Mm-hmm. En het is wel een fijn land, maar alle belangrijkste punten, Nederland, een taal die alleen in Nederland een paar andere plekken wordt gewoon gebruikt. Maar in Afghanistan, we hebben Duits geleerd, Engels geleerd, Russisch. Als ze aan mij lag, mm-hmm. ik had die drie talen gewoon gekozen, landen die Engels spreken, Russisch of Duits. Mm-hmm. Kom ik terug op dit, Nederland is een fijne land, maar niet de beste. Niet de beste, voor jou niet? Nee. Maar goed, het is mooi. Je hebt toch een taal erbij geleerd? Wat is het probleem? Geen probleem. Kijk, ik zeg nogmaals niet dat wij verkeerd begrijpen. Nederland, dat mogelijkheid hebben wij. Ja. Maar ik zei gewoon, waarom heb ik nog extra gelezen in Westerland? Dat fijne land is dat, ja. Zoals Rutte zegt, het is fijn hier. Gaaf. Dat doen ze nog steeds. Dat doen ze nog steeds, ja. En nu gaan we naar welke kamer? Naar mijn ouderskamer. Ja, hier woonden we eerst met z'n drieën. Eerst woonden we 3-4 jaar hier. Uh-huh. Ik woonde nog steeds hier, maar daar kon ik gewoon studeren of kon mijn moeder studeren. Ja. Oh, wauw. Dat was echt mijn kamer. Ja. Hier had ik vroeger het dartbord hangen. Daar konden mensen bij mij spelen. Wauw. Ja, het is wel anders. Hier woonden we met z'n drieën gewoon. Hadden we een soort van. Hadden we hier een bank van gemaakt. En mijn vader sliep altijd op de grond. En kon mijn moeder ook studeren, kon ook ik ook studeren. En hier was het allemaal beplakt met foto's. Ja, misschien heb ik die foto's nog, kan ik nog laten zien. De televisie is nog steeds klein. Maar we hadden zo'n dikke vroeger. Ja. Daar hadden we nog een satelliet. Dan konden we Russische zenders kijken, Afghaanse zenders. Hier konden we vroeger ook altijd naar buiten. Als je snel naar buiten wou spelen, kon je hier eruit. Ja, echt leuk. Mm-hmm. Hier word ik wel emotioneel in deze kamer. Want deze kamer heb ik echt met mijn ouders meegemaakt. Ja. Het is een kleine kamer, dan woon je hier 6-8 jaar woon je met je ouders. Je hebt geen privacy. Wat ook mooi maakt. Dus je deelt alles. Alle mooie en slechte momenten. Voelde het wel een beetje als thuis? Ja, tuurlijk. Het was ik wist niet beter. Ja, maar het was je thuis. Uiteindelijk was ook je thuis van Rusland ook vervaagd. Ja, dus ik wist niet meer beter wat een ander thuis is. AZC was mijn thuis, ja. Ik heb hier 5 jaar van mijn leven doorgebracht, ja. Het is nu anders, kijk. Nu heb ik gewoon een eigen appartement. En hier moest ik met mijn ouders in een klein kamer vijf jaar wonen. Ja, dat is wel dat is ook lastig. Je wou ook eigenlijk je eigen kamer hebben. Je ouders moesten weggaan als jij je vrienden uitnodigt om te spelen. Het is wel heel knus. Het is wel mooi. Maar het is wel gek om hier terug te zijn, ja. Prachtig, ja. Mooi. Mooi verhaal. Ja, ik maak dat inderdaad niet zo heel vaak mee. Ik vind het ook echt superleuk om dat te zien. Ik vind het ook jammer dat ik in die tijd niet gewerkt heb. Ja, jammer, ja. Ja. Maar ik denk dat het heel uniek is voor iemand om op een bepaalde plek weer terug te komen. Waar je toch een gedeelte van je jeugd hebt zeker, gezeten ja. En bent opgegroeid. En ik denk ook een stuk gevormd bent. Dus ja. Het is een hele nostalgische ervaring om hier terug te zijn. Ja. Ja, ook mooi. Ja. Ik kan nu ook vanuit een ander perspectief. Kijk, vroeger
Dat is gek. Je leeft in een asielzoekerscentrum, ben je 8 jaar afgezonderd van de Nederlandse samenleving, vooral als kind. Ja, mijn moeder ging wel nog naar school, maar ik zat op deze school. We hadden bijna geen contact met Nederlanders. En nu ben je helemaal geïntegreerd en dan heb je meerdere perspectieven en dan kom je hier aan. Ja, ik weet wat die mensen te wachten staat als ze gaan integreren. Daarom help ik ze. Ik kan hun helpen om de brug te zijn naar het Nederlandse leven.